Naar schatting 2 miljoen Nederlanders hebben Indonesische roots. Jaarlijks zijn ruim 100.000 hiervan terug te vinden op de Tong Tong Fair. De meeste komen met hetzelfde doel. We komen vooral om het eten, maar ook voor de rest. Om de herinnering van vroeger. Ook om het Indisch zijn, al die Indische mensen hier. De rest dat is lekkere spullen kopen. Gedroogd fruit, gedroogde mango en noem maar op. Ik kan me van jongs af aan al herinneren dat we eens naar de Passar gingen of dat we op vakantie gingen naar Indonesië, ook naar Bali, Java. En nu ik zelf kinderen heb, is het heel erg leuk om hun daar ook kennis mee te laten maken. Maar dat wordt met de jaren toch steeds moeilijker. Voor mij is het zelf heel belangrijk. En de Passar Malam helpt je ook wel een beetje om het door te kunnen geven aan de kinderen. Ja, de eerste generatie is natuurlijk dood. Hè? De eerste en tweede generatie zijn dood. Mijn moeder is ook overleden. En mijn schoonmoeder is ook overleden. Dus ik ben nu de oudste generatie van de familie eigenlijk. Ja, ik zou oudste kinderen zou krijgen, zou ik hier ook wel naartoe gaan. Maar het is niet dat ik het zelf heel belangrijk vind of zo. Maar ik vind het wel heel leuk. Sommige Indische kinderen weten helemaal niet dat ze Indisch zijn. Je weet het verschil tussen Indisch en Indonesisch ook helemaal niet. Dat vind ik wel jammer, dat ze dat verschil niet weten. En daarom vervult de Tong Tong Fair elk jaar weer een belangrijke rol. Ik vind het wel leuk om heel veel Indische mensen te zien bij elkaar. Dus, hoezo dan? Ja, dan voel je toch een beetje saamhorigheid. En ik vind het gewoon wel leuk. Iedereen is ook heel vriendelijk en goed elkaar. En gewoon een hele leuke sfeer altijd. Het is een soort thuiskomen, voelt het. Ja. Dat is het. Er komen ze nu en dan wat nostalgische beelden van vroeger. En wat voor beelden zijn dat dan? Dat zijn de echte Passar in Surabaya en noem maar op Java dus. Mm. Lekker.